dat verhaal van die twee kamelen die naar de splinter kwamen? Precies. Ze zouden er zijn, maar ze waren er nog even niet. Maar toch lieten de kids in speelpark De Splinter zich er dinsdag niet van weerhouden om de jaarlijkse spektakelweek in de zon flink te vieren. Is het koud of niet? Nee, ja. Eén zegt nee, één zegt ja en één zegt een beetje. Nee. Nee. Nou, duik jij er vast in dan? Vraag ik aan jullie hoe het is. Heel koud. Zal ik eens induiken? Nou, doe eens. Duik er eens in. Omdat je hier kan zwemmen en daarachter is ook een mat waar je met je buik op kan glijden. En er zijn ook heel veel speeltuinen. En welke van die dingen vind jij nou het leukst? Tja, dat is een moeilijke. Ik denk die glijbaan daar. Dat is elk jaar leuk. Ik ging er al in toen mijn dochter nog maar een baby was. Dus leuk. Geweldig altijd. Het is niks mooier als dat kinderen gelukkig zijn. Dat moest meer zijn. Het thema van de splinterspektakel is dit jaar beestenboel. Dus kon er pony worden gereden, was er een gorilla's klim en klimmen met bananen als een echte aap. Omdat je vanaf de grond een banaan moet pakken en die moet je dan op de buik van de aap plakken. En wie is er het beste in? Iedereen natuurlijk. Oh, ik denk jij gaat wel zeggen ik. Nee. Iedereen moet wel respect krijgen. We zijn hier hutten aan het bouwen met spijkers en hamers. En het is wel heel erg leuk. Het splinterspektakel duurt nog tot en met aanstaande vrijdag.